Ik kom niet meer rond. Sjaloos is gewoon sjaloos. Ja. Meer bankjes is verbinding. Ja, we hadden aan het begin van dit proces afgesproken dat hij niet in een la mocht passen. En een paaltje van een stoplicht, dat past niet in een la. En ik hoop dat hij dus op deze manier niet genegeerd kan worden, ons wijkakkoord. We hebben een stickerkraam gedaan op een markt. En daar hebben we aan allemaal bewoners gevraagd van, wat zou jij nou, als je één ding mag zeggen in een sticker, wat zou het dan zijn? En daar hebben we allemaal schetsen van gemaakt. En Pauline Wiersema heeft die allemaal vertaald in deze stickers. Het is een project dat binnen de Nachtclub Academie bestaat. En binnen de Nachtclub Academie, waarin de nacht als inspiratie wordt gebruikt eigenlijk om patronen te doorbreken, ben ik samen met de wijkraad Oud-Sjaarloos Wielewaal aan de slag gegaan. En daar zijn we eigenlijk, ja, ze moesten een wijkakkoord maken. En daarbij raak je heel snel in het doen zoals het hoort. Dus je hebt als wijkraad zit je tussen de ambtelijke wereld, de politieke wereld en natuurlijk je connectie met de wijk. En omdat je best wel veel druk krijgt vanuit al die werelden, ja, raak je een beetje ingekapseld door hetgene wat dominant is. De procedures en de taal van de ambtelijke wereld. En hoe kan je daar nou tegen verzetten en hoe kan je daar nou je eigen systeem voor bedenken? En daar hebben we stickertaal voor bedacht. Dus de taal van stickers, zoals je ze overal in Rotterdam ziet. Heel puntig, ongenuanceerd, kort, visueel. En die hebben we eigenlijk vertaald naar gebruikt als wijkakkoord. Dus ook niet een vertaling maken van wat er opgehaald wordt uit de wijk en dat samenvatten in iets anders. Maar gewoon echt dat wat er gezegd wordt, letterlijk in een sticker neerzetten. Ja, de ervaring van de afgelopen jaren in de wijkdemocratie is al heel snel dat je in een ambtelijke molen terechtkomt en dat je wat een advies geeft en daar nooit meer wat van hoort, omdat het verdwijnt, verstoft. En op deze manier hopen we dat het niet te negeren valt en dat we gewoon dagelijks, dat de wethouders dagelijks herinnerd worden aan het feit dat wij bestaan en dat wij als bewoners van wijken een mening hebben over dingen. Nou, dit is waarom we dat doen en dan zo dicht bij de wijk staan. En ik bedoel, ja, je moet ook vergaderen en weet je, al dat soort dingen doen die misschien niet de meest spannende dingen zijn. Uh-huh. Maar je kan eigenlijk bij al die dingen die je moet doen, kan je op je eigen manier doen. En daar wil ik mensen toe blijven uitnodigen van. Blijf gewoon kijken, blijf ermee spelen. Kijk wat belangrijk is en doe het op die manier die bij je past. Ik heb de afgelopen 4 jaar ook in de gebiedscommissie gezeten en daar was het altijd een stuk minder creatief. En omdat we nu bezig zijn met die stickers en op een gekke manier met bewoners kunnen praten, dat breekt echt het ijs. Dus ik hoop ook inderdaad dat het feit dat ze nu 1 wijkakkoord hebben wat niet in een la past, dat eraan herinnert dat die la wel degelijk vol zit met nog 38 andere wijkakkoorden. En dat, ja, als alle andere wijken wat meer aandacht krijgen omdat er zo'n verkeerspaal in een kantoor staat, dat zou fantastisch zijn.